Yeah. Dank je. Ziet er mooi uit zo. Hey, prachtig. Gaat lukken. Jij was me voor. Dames en heren, volgens de traditie van deze bijzondere universiteit open ik deze academische plechtigheid met gebed. Spiritus Sancti Gratia, illuminet sensus et corda nostra. Amen. Gaat u zitten. Ik wil u allen hartelijk welkom heten bij het afscheidscollege van professor Jelle Barends. Mijn naam is Jan Smit, ik ben decaan van de faculteit Medische Wetenschappen en vicevoorzitter van de Raad van Bestuur van het Radboud UMC. En ik vervang vanmiddag rector Han van Krieken. Een bijzonder welkom natuurlijk aan de echtgenoten van professor Barends, de kinderen Maarten, Sander en Karin, de partners en uiteraard ook de overige gasten. Het is gebruikelijk om bij een afscheidscollege nog een introductie te geven over de persoon die het afscheidscollege houdt. Dat lijkt mij eigenlijk niet nodig. Het feit dat u hier alle naartoe bent gekomen betekent dat u iets met professor Jelle Barends heeft. U zult hem ook ongetwijfeld op vele momenten zijn tegengekomen in verschillende omstandigheden. En alles wat u nog niet weet over Jelle Barends zullen we wellicht in de komende drie kwartier gaan vernemen. Althans, de verwachtingen zijn hoog gespannen. Dus het lijkt mij heel erg goed om professor Jelle Barends nu ook het woord te geven. Geachte aanwezigen, vandaag wil ik het met u hebben in mijn afscheidscollege over het beeld van de zorg. Is het een beeld van zorg? Is het een beeld of is het zorg? Een beeld zegt meer dan 1000 woorden. Dit is niet het beeld van de zorg in Nederland. Het is meer de zorg van onze planeet. En iedereen krijgt een emotie als hij dit ziet. Ik kan de dia volschrijven met woorden. Eén beeld zegt meer dan 1000 woorden. Wat wij willen is met die beelden de patiënt helpen. Zoals het Radboud UMC dat noemt. A significant impact on healthcare. Wij willen helpen. Wij willen voorkomen dat de patiënt onnodige operaties krijgt. Voorkomen dat hij daardoor impotent of incontinent raakt in het geval van een prostaatverwijdering. En dat doen we met beelden. We willen menselijk zijn, empathisch. Ja, een empathische radioloog, wat is dat nou? Ik kom er later nog even op terug. Wat is het beeld van de zorg? Hoe kunnen beelden helpen? Moeten we geen shift hebben van de zinloze behandeling naar de kostenefficiënte diagnostiek? Het onderwerp van het symposium vanochtend, waar 18 aanbevelingen uit zijn gekomen. Het is zo dat goede diagnostiek resulteert in een gepersonaliseerde goede therapie. Dus eerst moet je zien wat je doet. Je gaat ook niet met je ogen dicht achter het stuur zitten, althans de meeste van ons niet. Nou, is het beeld veranderd? Ja, het is niet zo echt veranderd. Dit is mijn inaugurele reden. En dan zeg ik eigenlijk zo beschikken bijvoorbeeld patiënten met prostaatkanker niet over deze diagnostische techniek. Hierdoor worden uitzaaiingen, lymfklieren en lokale doorgroei van kanker niet goed opgespoord, met als voor de patiënt het gevolg een onnodige operatie en de kans op onnodige impotentie of incontinentie. Doordat er andere vormen van diagnostiek gekozen worden die ondoelmatige behandeling tot gevolg hebben, worden uiteindelijk de kosten opgedreven. Ik mocht meteen voor het 5-uur-journaal komen om uit te leggen dat MRI de zorg goedkoper maakt. Maar is dat nou zoveel veranderd als u hier naar kijkt? Heb ik dan met 25 jaar hoogleraarschap niks bereikt? Dat laat ik straks aan u over om te beoordelen. Ik wil met u gaan naar het verleden, het heden en de toekomst. Ik wil u mijn 3 projecten laten zien. En ik wil kort ingaan op de resultaten van het symposium.
Hoe trekken we die therapie naar diagnostiek vlot? Wat zijn de screeningsplannen? Wat doe je aan een burn-out? We hebben een zeer openhartige discussie gehad van 6 van mijn promovendi. Ik was er eigenlijk wel een beetje stil van. En uiteindelijk een dankwoord. Laten we eens kijken naar het verleden. Waar kom ik vandaan toen ik hoogleraar werd? Dat was nog voor de eeuwwisseling. We hadden foto's. Dat zijn zo van die dingen waar je doorheen kan kijken. Op de film zie je meestal dat het zo gedaan wordt. Meestal op de kop door een niet-radioloog. En die foto's die worden opgeborgen in een map en die map is altijd kwijt. Je hebt hem nodig en dan staat hij meestal achter de radiator van de aanvragende dokter. Ja, of de foto's zaten onordelijk in de map. Dan was je een half uur bezig om al die foto's te ordenen. Echt inefficiënt. Daar zijn we gelukkig vanaf. We hebben de digitalisatie gekregen. Ook het kijken met een loop naar de foto's, zoals Jan Hendricks hier doet bij de mammografie, is niet meer nodig. We kijken naar monitoren en dit waren de monitoren rond de eeuwwisseling van die dikke dingen. Ja, toch waren ze wel mooi. Daar stonden al die plaatjes op. We hadden de spiraal-CT, de gewone CT, die kon alleen maar de mens doorsnijden als een salamiworst. Maar met die spiraal-CT kon je de mensen alle vlakken bekijken. Mijn ex-baas, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Radiologie, Matthias Prokop, is een van de mensen die aan deze ontwikkeling heeft meegewerkt. De meeste mensen weten het niet, ik wel. En het was echt best wel goed, Matthias, dat je dat gedaan hebt. Spiraal-CT, maar goed. Prostaat, MRI prostaat, ja, wat was dat? Dat was een techniek die je kon gebruiken en dit was de eerste publicatie in Radiology. Nou ja, dat was van een van mijn promovendi. En dat was eigenlijk de vraag, zullen we het nou eigenlijk wel gebruiken? Should it be used? Ja, daar stonden we in het jaar 2000. En Gerrit zei eigenlijk, ja, het is kosteneffectief. Werd niet overgenomen, zeker niet door de Amerikanen. Het heden. Waar staan wij? Wat kunnen we met al die mooie plaatjes? We zijn overgegaan van een digitalisatie naar de cloud. Alles zit in de cloud. Ik weet niet waar dat ding zit. Ergens in de Flevopolder of zo. Zo'n groot gebouw, maar het zit in de cloud. Het zit er daarboven en dat kan je met je telefoon kan je dat oproepen. En je kan een cursus geven, een virtuele cursus vanuit je woonkamer, vanuit je werkkamer, thuis, in God weet waar. En dan kan je 40 mensen kan je achter een werkstation zetten en je kan met ze praten. U ziet dat hier. Je hebt wel 4 schermen nodig, beeldschermen en een goede microfoon, maar je kan alles vanuit de cloud kan je doen. We kunnen op iedere plek kunnen wij foto's bekijken. Kan zelfs hier in de corona. Als u spoeddienst heeft en u moet een foto bekijken, kan dat op zo'n klein telefoontje. Ik weet niet of het mag, maar het kan. Cloud. Ja, dit kunnen we met CT. Is dit niet fantastisch? Een draaiend hart, wat klopt, hè, dat zetten we stil. De patiënt blijft leven hoor, maar het hart staat stil. En we kunnen nu naar die witte structuur kijken, de kransslagaders. En dan kan je dus kijken of er misschien een vernauwing zit. En daar ziet u in dat ding in het midden, ziet u een klein beetje een vernauwingtje zitten. Nou, dan kan je dus daar wat aan doen, een stent plaatsen. Dat kun je met een gewone injectie van contrast in je arm. Geen katheterisatie. Dat is wat we kunnen. Hartstikke mooi. We hebben de nano-MRI, ijzer, roestwater, kunnen we inspuiten. Omdat dit een belangrijk deel van mijn leven is geweest, wil ik daar toch even wat dieper op ingaan. Nano-ijzercontrast, hele kleine ijzerbolletjes, niet giftig. Je gebruikt het voor rode bloedcellen, kan absoluut geen kwaad, dat laat je indruppelen. Dan komt dat in de mens, in de bloedstroom. En dan zie je dat die witte dingen daar zitten, dat zijn de macrofagen. De alles, de veelvraten in ons lichaam, witte bloedcellen, die vreten dat op. En die macrofagen die gaan naar normaal klierweefsel. Dus, u heeft een kliertje van 2 mm. Ik kan niet zeggen of het een metastase, een uitzaaiing zit of niet. Er zit er eentje, dat witte gebied. Maar het is even wit als de rest. Nou, wat doen we dan? We geven dat ijzer. We wachten 24 uur. Die macrofagen die zitten lekker vol met ijzer. En wat is ijzer op de MRI? Dat is? Zwart. Hartstikke zwart. Nou, dat is mooi. Kijk maar. Wit-wit, wit-zwart. Dit is natuurlijk een lust voor het oog van een radioloog. Hartstikke mooi. Er zitten hier een paar klieren. Ik zal niet zeggen waar die klieren zitten. Nou geef ik dit contrast. En hoppakee, daar zitten ze. Wit-zwart. Zwart is normaal. Wit, daar kunnen die ijzerbolletjes niet komen. Abnormaal. Zo zag het eruit.
En zo ziet het na contrast eruit. Het wordt dus een stuk makkelijker om die kleine uitzaaiingen van 1,5 mm grootte te ontdekken. En als we naar 7 tesla gaan, kan je zelfs klieren ontdekken die kleiner zijn dan een millimeter. Hier ziet u zo'n patiënt. Daar ziet u een klein kliertje zitten. En dan kunnen we zelfs het rechteronderplaatje de vaten zichtbaar maken en het kliertje in relatie tot de vaten tonen, zodat de chirurg exact weet waar die zit, of de radiotherapeut. En die kan hem dan gericht wegnemen, als er maar eentje zit. Dit is een klier van 2 mm. Het is nog mooier. Hier ziet u aan de linkerkant een plaatje dat is relatief ijzerongevoelig. Daar zien we een kliertje. Het is een beetje wazig, maar het is ook heel klein. Die patiënt werd behandeld met een lutetium-therapie. Dat is een therapie die tegen prostaatkanker gaat. En wat er gebeurt, u ziet dat aan de andere kant het ijzergevoelige plaatje is dat wit. Dus dat is een uitzaaiing. Zwart, wit, dat witte plaatje, daar moet zwart zijn. Als we dus de patiënt nu na die lutetium-therapie nog een keer zo'n MRI aandoen, dan ziet u dat dat kliertje wat zwarter is geworden en dat hij op de andere opname helemaal weg is. Hij is dus niet meer wit, maar hij is zwart. En wat betekent dat? Die klier is van abnormaal normaal geworden. Normaal is het zo van als je een klier behandelt met bestraling, dan wordt die gewoon klein en verdwijnt die. Nee, die klier zit er wel. Dus we zien nu dat die normaal is geworden. Dat heeft nog nooit iemand gezien. Hartstikke mooi. Dat kunnen we nu. Met ieder MR-apparaat. En dat beetje ijzer, dat roestwater. Dit kunnen we ook. Vaten zichtbaar maken. Hartstikke mooi. En de kliertjes lokaliseren. De groene zijn de goede en de rode is de slechte. We hebben hier nog een heel lichaam slagader. Kan je gewoon in 1,5 minuut kan je het plaatje maken, dankzij dit contrast. Is het niet fantastisch? Toekomst. Ja, het kan nog mooier. Dat ijzer is niet toxisch. Alle contrastmiddelen die we krijgen, gadolinium voor de MRI en jodium voor de CT, daar moet je mee oppassen. Mensen kunnen daar overgevoelig voor zijn. Jodium is schadelijk voor de nieren. En als je te veel gadolinium geeft, dan heb je kans dat het in de weefsel stapelt. En dat is eigenlijk giftig. Vrij gadolinium is giftig. Als het gebonden is, dan plas je het uit. Maar een deel is ongebonden. Dus je krijgt een stapeling dat stof krijg je in je lichaam. Dus het is op zich niet zo erg, maar als je nou 5 of 6 keer een MRI hebt gehad met contrast, ja, dan is het toch niet zo fijn. Nou, dat kunnen we allemaal doen met ijzercontrast. Iemand die een slechte nierfunctie heeft, zoals deze patiënt met een transplantatienier, vraag was, zijn de vaten goed? Geef je ijzer? Kan, geen probleem. En bij het blauwe pijltje ziet u de splitsing van de liesader, de kleine bekkenader met het dingetje naar de nier toe, met dat bochtje. En aan de andere kant, bij het groene pijltje, ziet u de aansluiting op de ader. Niks aan de hand, de patiënt heeft dus geen vasculaire oorzaak voor de slechte nierfunctie. Dan is het waarschijnlijk een reactie. Dit is een lymfkliertje. Een lymfkliertje gemaakt met een 12 tesla apparaat. De resolutie is 60 micrometer. En die zwarte stippen die u ziet, dat zijn de individuele alleseters. Individuele macrofagen. Is het niet geweldig? Nou, dit kunnen wij straks ook gaan doen als we met 14 tesla mensen gaan bekijken. En zo'n apparaat gaat er komen. Het is allemaal toekomst. We kunnen ook een klein beetje aan de knopjes draaien en dan wordt het dingetje zwart. Dan gaat er ijzer overheersen en dan krijgen we dus dat de klier verdwijnt. Een goede klier wordt zwart, maar we kunnen die individuele stipjes, de macrofagen, kunnen we zien. Ongelooflijk. Dit is nog mooier. Bij degeneratieve hersenziekte, ik neem Alzheimer niet mee, maar in de toekomst misschien wel. Nu is het MS, multiple sclerose. Daar heb je, als je zoiets krijgt, die ziekte die gaat in sjoeps, die gaat in aanvallen. En bij een aanval, dan wordt de weefsel verstoord en uiteindelijk zal de bloed-hersenbarrière zal beschadigd raken. Als dat zo is, dan krijg je met het gadolinium-contrast, beeld je steeds links, krijg je een wit vlekje. Maar met dat ijzercontrast, die macrofagen, die gaan eigenlijk al in weefsel zitten wat al afwijkend is, maar nog geen bloed-hersenbarrière beschadiging geven. Dus in een vroege fase zie je door de stapeling van die macrofagen, die alleseters, in de gliacellen, dat er al een MS aanwezig is. Dus je kan in een vroege fase kan je die mensen
helpen. Vroeger dan anders. En het is belangrijk, want als het daar gaat zitten, is ook bewezen, dan is het een ernstige vorm van MS. U ziet nu aan de linkerkant een pijltje met niks. Dat is het gewone contrast. En aan de andere kant het ijzercontrast, een pijltje met een vlekje. Hier is het nog erger. 3 pijltjes voor de linkerkant en 2, 4, 6 pijltjes aan de andere kant. Veel meer plaks. Celinfiltratie. Met nog hogere veldsterkte zullen we in staat zijn in de toekomst om wellicht ook bij Alzheimer de macrofagen te zien als voorloper van dementie. Nog wetenschappelijk onderzoek, maar het moet ergens mee beginnen. En ik hoop dat NWO Groot de 14 Tesla-apparaat in Nederland die de gemeenschappelijke universiteit hebben aangevraagd zullen goedkeuren. Want dan kunnen we met dit contrast een aantal dingen zien die nergens anders in de wereld kunnen. Wauw. Kunstmatige intelligentie. Zal je over 5 jaar een hoogleraar zien, een robot die afscheid neemt? Misschien wel. Ja, wat doet die AI? We hebben dat vanochtend uitgebreid bediscussieerd. Het eerste is, het geeft een tijdsbesparing van de radioloog. Je hoeft niet als een piloot, met de automatische piloot, niet constant aan die knuppel te zitten om te vliegen over de oceaan. Je kan af en toe een kopje koffie drinken. Dus het geeft een tijdsbesparing. Alle normale, makkelijke gevallen zal de AI gewoon diagnosticeren met een hogere nauwkeurigheid. En die zal een standaard verslag maken en die zal aangeven waar de afwijking zit. Precies wat de aanvragende dokter nodig heeft om daar een naaldje in te prikken. In dat gebiedje hoef je niks aan te doen, alleen maar te controleren, klopt het of klopt het niet. Dat is natuurlijk veel kosteneffectiever, want het kan veel sneller. Als ik naar een plaatje kijk, dan heb ik 3 minuten kijktijd en ongeveer 10 minuten tot 15 minuten schrijftijd of typtijd om een verslag te maken en aan te geven. Dus dat kan die computer doen. Het wordt niet alleen kosteneffectiever, sneller, maar het wordt ook nauwkeuriger. Het is iemand die over mijn schouder meekijkt. En als ik fouten maak op een vrijdagmiddag, of als ik een oratie of een afscheidsreden moet maken en ik heb eigenlijk te weinig tijd en ik kijk slordig, dan zegt die computer, en dan word ik beter. Wat is mijn visie van de toekomst? En dat is eigenlijk gebaseerd op wat ik vanochtend gehoord heb. U ziet hier van links naar rechts, ziet u 1 de aanvraag van een dokter voor een bepaalde patiënt. Dan krijgt hij in dit geval diagnostiek, een CT-scan of een MRI. Dan wordt die foto beoordeeld, die wordt ingesproken, dan komt een verslag. En dan uiteindelijk gaat het verslag naar de aanvragende dokter, die denkt erover en dan krijg je een behandeling. Zo moet het gaan. Vaak is die diagnostiek niet aanwezig, dan wordt er direct besloten om wat te doen of je hebt de verkeerde diagnostiek. Ik denk dat de AI het hele zorgpad van prostaatkanker, van aanvraag tot en met therapie, gaat reguleren. Die zal bij de aanvraag al bepaalde gegevens vragen. Wat voor etnische groep heeft de patiënt? Komt de prostaatkanker in de familie voor? Wat is de PSA? Wat is de PSA-stijging? Wat is de PSA-densiteit? Die zal vervolgens alle diagnostische tools die we hebben, beeldvorming, pathologie, die zal dat allemaal integreren en dan komt eruit, bij deze patiënt moet je dat en dat doen en die heeft zo en zo kans dat die en die therapie gaat werken en zo kans dat die niet gaat werken. Kan ook uitkomen dat er gezegd wordt, ja, we kunnen beter niks doen, want het is allemaal heel erg slecht. Bij prostaatkanker is dat vaak niet het geval, maar bij alvleesklierkanker wel. We zullen zien dat AI dit allemaal gaat overnemen, want die computer kan al die informatie tot zich nemen en berekenen. En die wordt nooit moe, tenzij de stroom uitvalt. Wat is verder een mogelijkheid? Dat is de minimaal invasieve beeldgestuurde therapie. Dat is, linkerplaatje, een ijsbal die we kunnen gaan vormen. Dat bevriest weefsel en dat gaat dan dood. In het middelste plaatje is het hitte, laser. En het rechter plaatje is het echo, gefocust echo. Dus echo van 2 kanten. En dat maakt dan weefsel op een bepaald plekje kapot. En dat is een techniek die is echt helemaal voor de radiologie. Ik heb het onlangs gezien, wij doen het in Nijmegen ook bij al flink wat patiënten. Ik heb mijn collega in Amerika opgezocht een paar maanden geleden en gezien wat hij doet. Hij is een radioloog, die is 76 jaar, dus dat is echt een postpensionado. De patiënt ligt onder een roesje, ligt in het MR-apparaat. Er wordt een slangetje in zijn plasbuis gebracht en dat slangetje bestaat uit hele kleine echokopjes. Dat gaat dus een echopulsje uitzenden. En als die echopulsjes in een bepaalde richting zitten en met elkaar overlappen, dan wordt het weefsel warm. Hartstikke mooi. Waarom is het mooi? Kijk,
Dit is de nieuwe operateur, de operateur van de toekomst. En ziet, rechtsonder ziet u zijn hand. Met die hand stuurt hij helemaal aan wat er gaat gebeuren. Hij kan alle plaatjes bekijken. Allerlei soorten plaatjes bekijken. En daar kan hij goed zien waar zit die tumor. Hij kan een tumor op de externe sfincter, dus de plassfincter, die zorgt voor de incontinentie, kan hij tumoren weghalen. Hier ziet u wat hij doet. Hij gaat nu als het ware intekenen. Hij tekent dus daar. Tekent hij gewoon in, ik wil tot daar en daar wil ik het weefsel weg. Echt gewoon branden in feite. En op dat gebied gaat het dan gebeuren. Dat is hartstikke mooi. Kijk, dit is dan tijdens de procedure. Dan kan je precies zien hoeveel energie je geeft. Je kan het aanpassen. Pixel tot pixel, heel nauwkeurig. En dan natuurlijk het resultaat. Boven ziet u het plaatje met de toegediende energie. En onder ziet u dat plaatje met dat zwarte gat. Op die zwarte gat heeft de prostaat gezeten. Dus deze prostaat is helemaal tot aan de rand van het kapsel weggehaald. In 3,5 uur. Oeps, en de patiënt gaat lopend naar huis. Wel met een katheter. Ja, nadeel is, het is echt helemaal voor een radioloog. Dit moet een uroloog niet proberen, want je moet echt de ins en outs weten van de beelden. Je moet weten, waar zit de kanker op alle soorten plaatjes. En het is tot nu toe nog een dure techniek. 30.000 euro. En dat is natuurlijk toch nog wel wat. Maar ja, het is wel iets wat me de toekomst heeft. En dan zal het zeker goedkoper worden. Joyce Bomers en professor Jurgen Futteren die zijn hier heel hard mee bezig in Nederland. En ook met een trial hopelijk dat die binnenkort begint. Goed, hier wil ik even ook bij stilstaan. Dit is een samenwerking tussen Radboud en het NKI in Amsterdam. Ik heb ze een plaatje gegeven van een CT en een MRI. En u ziet dat die CT, daar kan je de botten mee zien, links. Dan ziet u dat rode, dat is de slagader. Dan ziet u dat blauwe, dat is de ader. Die gele dingen, dat zijn de urineleiders. En er zitten van die groene bolletjes. Nou, die groene bolletjes, boven dat blauwe deel. Dus kijk, ik heb zelfs een pijltje hier. Dit ding daar. Dat gaan we zo meteen opzoeken. Want dit zijn twee hele kleine afwijkende kliertjes. Nou, hij heeft een staafje. En dat staafje staat precies in verbinding met het staafje daar. Dus als hij hier wat aanwijst, dan klopt dat met daar. En daar is een bloederige massa waar je niks ziet. Althans, ik niet. Ik ben ook geen chirurg. Kijk, hij wijst nu de urineleider aan, dat klopt precies. Hij wijst nu het slagader aan, dat klopt precies. En nu gaat hij naar dat kliertje toe. U ziet hier geen kliertje zitten. Echt niks. Dan gaat hij daar een beetje peuteren, een beetje duwen zometeen. We moeten niet al te hard duwen, want dan is het een beetje bloederig. En dan zie je daar opeens een bolletje verschijnen. Zie je, dat is dat bolletje hier, dat bolletje daar. En dat bleek inderdaad een uitzaaiing te zijn. Dit is beeldgenavigeerde chirurgie. Gaan we in de toekomst meer en meer zien. Iets anders, en dat is ook wat we hebben. We hebben tegenwoordig een MRI-apparaat en een lineaire versneller, een bestralingsapparaat in één. Dus je kan tijdens de bestraling kan je kijken wat je doet. Of misschien het onderwerp zich verplaatst heeft en dan kan je je bestraling aanpassen. In 10 behandelingen kunnen we op die manier ook een prostaat helemaal wegbestralen. Ja, wat heb ik bereikt? Ik kijk nu even terug naar een blik van het verleden, heden en toekomst. Wat heb ik bereikt in 25 jaar hoogleraarschap? Prostaat MRI. Toen ik begon, was eigenlijk het advies internationaal van een panel, ik zat er ook in, dat we moesten komen tot een standaardisatie hoe we prostaat MRI moesten maken en hoe we ze moesten beoordelen. Iedereen deed maar wat. Nou goed, dan moet je aan de gang gaan. En hoe doe je dat dan? Nou, ik ben met een Europese groep gaan werken en ik heb, omdat ik ook borstfoto's bekeken heb in mijn vorige, voor mijn hoogleraarschap, en daar heb ik geleerd dat er een zogenaamde BI-RADS-classificatie is. Dat heeft te maken met hoe groot is de kans dat er een kanker zit op een mammogram of een MRI van de borst. Ik dacht, nou, waarom ga ik geen BI-RADS maken van de prostaat? Dat is toch logisch, gewoon copy-paste. Nou, zo gezegd, zo gedaan. We hadden in 2012 de guidelines en dit is nu het meest geciteerde artikel van European Radiology. Ik ben toen naar Amerika gegaan met het ding in mijn hand. Ik ken de Amerikanen, die zeggen al gauw van het is not invented in Europe, wij hebben het gedaan. Hè? Hounsfield was ook, eigenlijk was het een Amerikaan, het was een Engels, dus het uitvinden van de CT. Ja, goed, dat trekken ze naar zich toe. Dus ik had het dingetje in mijn hand, ik zei oké, dit is de P-RADS. Ik heb het gepubliceerd, you can make it better.
Want ik was van plan om naar Amerika te gaan, om het groot te maken, om het weer global te maken. Nou, dat, ja, als je tegen een Amerikaan zegt, you can make it better, dan doen ze dat. En ja, zo gezegd, zo gedaan. We hebben toen uiteindelijk gepubliceerd in het Europese Radioloogblad. Inmiddels ook het meest geciteerde artikel geworden. En nog een prijs voor gekregen, hartstikke leuk. Maar wat belangrijk is, ik had het niet verwacht, binnen 10 jaar was PIRADS een wereldstandaard. En daardoor zijn we in staat om prostaat-MRI's op dezelfde manier te maken en met elkaar te kunnen vergelijken. Zodat wetenschappelijk onderzoek gedaan kan worden naar grote aantallen. En dat is daarna meteen gebeurd. Er is wetenschappelijk bewijs gekomen, stevig bewijs, dat we eigenlijk een MRI moesten maken voordat de uroloog blind ging prikken. En dat bewijs heeft geleid tot een verandering van de richtlijn van Europa en nu ook van Amerika. En het verhaal is, doe een MRI voor een biopsie. Nou, heel leuk. Maar ja, beide dan. Ja, dit is goed. De ziektekostenverzekeraar vergoedt het. Maar nu die implementatie, ik kom er zo meteen op terug. Toen ik net hoogleraar werd, heb ik wat af en toe wat nare woorden naar mijn hoofd gekregen van urologen, omdat ik ze een beetje zat te plagen met blinddoeken en pijlenbogen en appels en zo. En ja, dat doen jullie met patiënten. Het is niet zo leuk als je dat op internationale congressen doet. Begrijp het ook wel. Maar dat is wel de manier om een prijs te krijgen van de urologen. Ik heb uiteindelijk, en dat vind ik, dat is niet voor mij, maar dat vind ik eigenlijk, jullie hadden mij, urologen, geen grotere blijk van waardering kunnen geven. Dit is ook uitgereikt aan de uitvinder van de niersteenvergruizer, aan de uitvinder van de robotchirurgie. En jullie geven dit, urologen, geven dit aan iemand die een significante bijdrage heeft geleverd voor het welzijn van de patiënt met een urologisch probleem. Ik vind het hartstikke mooi dat dus nu eigenlijk de uroloog zegt, de diagnostiek is zo belangrijk dat wij onze therapieprijs van de urologen geven aan de radioloog. Ik ben er heel erg blij mee. Had niet beter kunnen zijn. Fantastisch. Radiologie op de voorpagina. Wat betekent die PIRADS? Die PIRADS betekent dat we jaarlijks in de wereld 1 miljoen minder mannen hoeven te biopteren. 1 miljoen. Dit zijn geen 1 miljoen mannen, het zijn er nog veel meer. Ik geloof 4 keer zoveel, 5 keer zoveel. Ik heb deze mensen niet geteld. Betekent ook dat we 50.000 in de wereld, heb ik het over, minder onnodige operaties doen voor insignificante kankers. Met navenant minder problemen met impotentie en incontinentie. Ja, dat was 1. Mission accomplished. Had ik niet verwacht. Nano-MRI. Toen ik professor werd, toen zag ik ijzer. En ik dacht, dat is mooi. Daar stond ook MR lymphografie, evidence of extravasation of superparamagnetic nanoparticles into the lymph. Ik dacht, dit gaat naar klieren toe. Dit is het. Nou, meegedaan met wat studies en ik dacht, dat gaat het worden. Heel nauwkeurige techniek. Je kan hele kleine kliertjes zien. Een systematic review liet dat duidelijk zien. Het heeft een hoge specificiteit en een hoge sensitiviteit. Het is echt fantastisch. Patiënten geholpen van de hele wereld. Ook deze man uit Friesland. Ik mag zijn beeld laten zien. Hij had prostaatkanker en hij kreeg een recidief, want zijn PSA steeg weer. En hij zei letterlijk en figuurlijk, ik dacht dat mijn laatste uurtje geslagen was. Nou, dat zei hij niet, want het was een Fries, maar dat was de vertaling. En toen kreeg hij de nano-MRI, dat liet een kliertje zien, is die selectief bestraald. En nou zegt hij, mijn PSA is 0. Ik voel me een jonge god. En u ziet deze jonge Adonis met zijn 2 schaatsen, wachtend op de ijs wat op dat dingetje komt, wat nou door de global heating waarschijnlijk niet meer komt, maar hij is in ieder geval met die schaats in zijn hand, staat hij op dat dijkje te wachten. Fantastisch. En dat is 8 jaar geleden, zijn PSA is nog steeds 0, dus deze man is genezen. Wat was een klein kliertje. En die hebben we weggehaald. Nog sterker, toen we daarmee begonnen, toen kwamen patiënten uit de hele wereld kwamen naar Nijmegen. En die wilde zo'n onderzoek krijgen. Nou, die kregen zo'n onderzoek en ik stuurde de beelden mee terug. En de radiotherapeuten die hebben daar geavanceerde bestralingen mee gedaan. En van de 69 patiënten die zo rond 2005 naar mij toekwamen en die een recidief hadden, dus die terugkomende ziekte hadden, zijn er 45 nu nog steeds kankervrij. Heel opmerkelijk. Ik kon het niet publiceren omdat het niet echt systematisch was bijgehouden. Was niet dezelfde radiotherapeut, dezelfde systematische behandeling. Maar ja, dit was toch een indicatie. Ik dacht, dit is wat, fantastisch. Nou,
Dan denk je, dit wordt geregistreerd, hè? Ja, dat denk je. Die farmaceutische firma's die hadden niet door dat je geen oude laptops moet gebruiken en dat je echt een radiologisch werkstation nodig hebt. Dit was de registratiestudie en ze hebben de verkeerde techniek gebruikt en dat heeft geleid dat het tot nu toe niet geregistreerd is. Ik ben doorgegaan, ik dacht, ja, dit is too good to be true. Mission impossible. Ik dacht, dit middel moeten we gaan krijgen. Nou, de Amerikanen die zeiden van, we gebruiken het niet meer, we gooien het weg. Toen zei ik wil het hebben. Ja, daar kan je niks mee, Baris. Ik zei, nou, geef mij het recept maar. De kok had ik al gecontracteerd, die het uitgevonden had. Die werd door ons betaald. En ja, dat kan jij niet. Ik zei, nou ja, goed, wat moet je ervoor hebben? Nou, toen werd het opeens heel anders. Ik bood wat geld. En toen hebben we het middel gemaakt. En toen we het konden maken, zeiden die Amerikanen, wat kunnen jullie dat? Zeker niet volgens de regels. Ik zei, jawel, het is volgens de FDA. Oh. Ik zei, nou wil ik eigenlijk alle documenten hebben, zodat wij in Europa ermee verder kunnen. Ja, dat doen we niet. Nou, ongeveer een jaar onderhandeld. En dat is toen was eigenlijk het verhaal van Barends, ik heb genoeg van jou, ik wil je nooit meer horen. Dit is het einde, het middel krijg je niet. Toen dacht ik, shit, dit is verschrikkelijk, want ik geloof in dat ding. Hè. Too good to be true. Nou ja, toen dacht ik, wat kan ik doen? Hoe kan je een Amerikaan overtuigen? Money. Ik dacht, hoeveel moet ik bieden? Nou, hoeveel zou ik bieden? 10 miljoen? Een beetje veel, hè? 100.000? Nee, 200.000? Ik dacht, laat ik maar eens een 500.000 bieden. Ik had Matthias Prokop niet gevraagd, want die kon ik niet bereiken. Die zat in Groningen of zo. Ik dacht, vindt hij vast wel goed. Nou ja, het was een klein risico dat ik mijn afscheidsreden wat eerder had moeten houden, maar... Het is gelukt en die man zei, nee, doen we niet. Ik zei, nou, u heeft 14 dagen. Nou goed, prima, 14 dagen. En toen belde hij na 3 dagen. Toen zei hij, nou Barends, ik had inmiddels aan mijn baas gevraagd of hij het goed vond. Hij zei, nou, je goed gedaan. Het bedrag was ook goed. Ik had 4 ton geboden. Ik zei, ja, nou ja, verschil moet er zijn. Toen zei die Amerikaan, en dokter Barends, ik zei, nou, one thing has changed. Is 1 ding veranderd. Ja, wat dan? Ja, kunt u goed rekenen. Ja, hoeveel is 14 min 3? Dat is 11. Ik zei, nou, heeft u nu nog 11 dagen? Nou, toen zei hij, ja, we doen het. En toen hadden we alle documenten. En toen konden wij op apothekersbereiding, konden wij dit weer aan patiënten geven. Het was meteen in het nieuws. Nano-MRI terug in Nijmegen. Mission Impossible was gelukt. Completed. Yes, dankjewel. Nou, dit was de wedergeboorte van de Phoenix, de ijzeren Phoenix van het nano-ijzercontrast. En het Radboud kreeg toen alle documenten. Dus alle studies die gedaan waren, die waren van het Radboud. En we konden meteen doorstarten met fase 3-studie, de laatste fase. Dat kost heel veel geld. Toen is het gelukt om een betrouwbare partner te krijgen, SPL, met de bendegroepen. En op dit moment zijn we daarmee bezig. Wat belangrijk was, het is een veilig middel. Je moet het alleen heel langzaam geven. Deze meneer die kijkt niet angstig, die kijkt gewoon naar mij. En dat zwarte spul, dat loopt gewoon in. Je moet ook gewoon tegen de patiënt praten, want anders kijken ze naar dat zwarte spul en dan worden ze wel angstig. SPL Medical, die heeft het vervolgens, heeft hij dat nu in een registratiestudie. Ik heb no conflict of interest, geen aandelen, helemaal niks. Ik geef ze af en toe wat advies, in mijn vrije uurtjes. Nu zijn we zover. Het kan onder artsenverklaring in Nederland, alleen Nijmegen en in Zwitserland gegeven worden. En dus een registratiestudie is halverwege in Nederland, Duitsland, België en Zwitserland. En als dit klaar is, dan hebben we EMEA-erkenning over Europa en dan kunnen we het in Europa toedienen. Dan is het dus vrij, kan iedereen het kopen. Er lopen ook wetenschappelijke studies in Nederland, Finland en in Zwitserland. En het is beschikbaar voor iedereen, voor de zogenaamde onderzoeker-initiated trials. Dus... als iemand die nano-MRI wil gebruiken voor multiple sclerose, dan moet hij dat projectvoorstel schrijven, ethische commissie goedkeuring krijgen en dan kan hij het kopen voor studiedoeleinden. Mission accomplished. Nou, het laatste, en dat is een beetje high risk, high gain. Ik noem het, want je moet een beetje bezig blijven na je pensioen. Er was iemand uit Molenhoek. Kari Jansen die zei, ik heb een biobatterij gemaakt en daar heb ik een patent van en dat ding is heel klein. Ik zei, nou dat is leuk. Toen zei ze, jij gaat er iets mee doen. Ik zei, ja kom Karin. Wat moet een radioloog met een biobatterij? Nou, toen dacht ik, biobatterij, ik heb een leuke hond. Wat betekent dat? Nou, dat is een heel klein ding. Dat ding is 1000 maal kleiner dan het haar van die hond. Dus dat is een heel klein ding, daar kan je inspuiten. Nou, je kan er plusjes van maken, je kan er minnetjes van maken. Dan kan je dat druppeltje
op een stukje carbonpapier, dus koolstof, met een goudstaafje eraan kan je druppelen. En de plusjes druppel je links en de minnetjes druppel je rechts. En dan hang je dat in een bakje met glucosewater en dan ga je kijken of de stroom loopt. En als de stroom loopt, dan heeft Karin gelijk, dan gaan die batterijtjes geven stroom af. En ja, zie, 0,388 volt. Jippie. Toen dacht ik, nou ja, het begint interessant te worden. Toen dacht ik, als we dit nou koppelen aan PSMA. En James zit in de corona, dat is een nucleair geneeskundige, die doet de PSMA PET-CT. En PSMA, prostaat-specifiek membraan-antigeen, wat wil dat zeggen? Er zijn receptoren op de kankercel, die PSA-receptoren, waar, op de membraan, waar dat ding aan gaat kleven. Dus je gaat dat onderste stukje, dat is, noem ik het ligand, hè, dat kleeft aan die receptoren en daaraan zitten batterijtjes, plusjes en minnetjes. Nou, wat krijg je dan? Dan krijg je stroom over de celwand. Ik heb zo het vermoeden dat die celwand dat niet leuk vindt. Maar dat vermoeden moet nog bewezen worden. Als dat werkt, dan hebben we iets wat we kunnen gaan gebruiken, mogelijk om therapieën te katalyseren, CQ, beter te faciliteren. Als we ook nog iets vinden, en dan kijk ik naar de industrie, als we ook nog iets vinden om dit zichtbaar te maken, stroom zichtbaar te maken, ik dacht dat het met MRI kon, maar dat lukte nog niet zo in 1, 2, 3, dan kunnen we ook nog een nieuwe methode van beeldvorming doen. Nou goed, het is heel leuk, high risk, high gain. Ik heb tegen Karin gezegd, het is heel leuk, ik doe alleen maar mee als jij zorgt dat er geld is, want ja, we hebben geld nodig om dit te doen in samenwerking met Radboud. En als het niet is, dan is het leuk geweest, dan is het over en uit. Maar je moet creatief blijven. Ik denk dat dit mogelijkerwijs wel wat kan worden. Dit was project nummer 3. Nieuwe diagnostiek en implementatie. Daar hebben we vanochtend heel lang over gediscussieerd. Ik wil het eigenlijk een beetje kort houden. Oké, prostaatkanker staat in de richtlijn dat je MRI moet doen. Dus diagnostiek eerst. Maar niemand doet dat nog, althans heel weinig mensen. Niemand doet de goede MRI, nou ja, een paar wel, maar het is nog niet echt dan dat iedere man automatisch een goede MRI krijgt. Überhaupt of hij een MRI krijgt als hij verdenken prostaatkanker heeft. Dat moeten we nog gaan doen. Goed. Wat zijn nou de barrières? Allereerst is er onbekendheid met de richtlijn. De huisarts weet hier niet van. Die zit nog in het idee in zijn hoofd van PSA, dat moet je niet doen, want dan krijg je veel meer prostaatkanker waar je mee doodgaat en niet aan doodgaat. Nou, dat is absoluut zo, maar er zijn ook een heleboel prostaatkankers. 3000 mannen per jaar sterven aan prostaatkanker. En als je eraan doodgaat, dan is dat meestal een lijdensweg met veel metastase. Dus het is ook nog niet eens een leuke dood, voor zover de dood leuk kan zijn. Dus onbekendheid met de richtlijn. Dus we moeten dat breed gaan uitdragen. En de huisartsen moeten hun eigen richtlijn aanpassen. Er is een ouderwetse methode van zorginkoop. Niet alleen het capaciteitsorgaan is ouderwets, Matthias, maar ook die zorginkoop is ouderwets. Er zijn natuurlijk belangentegenstellingen. Urologen, radiologen, dan moet ik zeggen, dat is nu eigenlijk helemaal niet meer zo. Ik werk heel fijn samen met urologen, dus we komen er samen wel uit. Maar toch. Er zijn ook andere belangen, ziektekostenbelangen, verzekeringsbelangen. Nou, goed, die zijn er. Er is een variabele MRI-kwaliteit, dus dat is echt iets voor de beroepsvereniging om op te pakken. Dat wil ik nog wel een beetje meehelpen om dat te doen, om een kwaliteitsnetwerk neer te zetten van expert diagnostiek. Het is nu zeker niet zo dat als u een MRI krijgt dat het 100% een goede MRI is. Dat kan wel eens een MRI zijn die een keer over moet in een expertcentrum. En we hebben een tekort aan capaciteit over de hele breedte, dus wat dat betreft is er in 25 jaar niks veranderd. We hadden toen een tekort aan apparaten en dat hebben we nog steeds. Dat heb ik je ook gezegd. En eigenlijk is het probleem hetzelfde. Hè? Voor het maken van deze keuzes, dus de keuze van therapie, is niet alleen vakinhoudelijke radiologische expertise noodzakelijk, maar ook het delen van kennis. Met de behandelend arts en met de statisticus epidemioloog. Overleg met de beleidsmakers en ziektekostenverzekeraars horen daarbij. Met name het inzicht in de uiteindelijke effecten van nieuwe afbeeldingstechnieken ontbreekt bij de laatste twee groeperingen. Investeringen in de nieuwe technieken worden te vaak door de beleidsmakers gemaakt zonder dat er voldoende kennis is met radiologen en behandelaars wordt gedeeld. Zelfs al zijn er wel gesprekken tussen radiologen, behandelaars en beleidsmakers, dan nog is er een feitelijke beperking, want het aantal MRI, CT en echografieapparaten is te klein om alle patiënten te kunnen behandelen met gebruikmaking van de huidige laatste stand van zaken en de medische techniek. En dat leidt tot wachttijd. Dit was 25 jaar geleden en dit kan ik gewoon copy-paste nu nog zeggen. Maar het staat wel in de richtlijn en we zijn een stukje verder en we hebben de politiek een klein beetje geluxeerd en er komen 18 vragen van het panel.
18 aanbevelingen, naar aanleiding van wat we vanochtend gezegd hebben allemaal. Dat hebben we inmiddels ook al gedeeld met een persbericht. Het eerste berichtje of ik naar Hilversum wil komen is al binnengekomen, dus ik krijg het best wel druk. Wat moeten we gaan doen? Globaal, we moeten een landelijk kwaliteitsnetwerk prostaat-MRI hebben en dat moeten we inbedden in de regionale zorgstructuur. En we moeten zorgen voor meer instroom van diagnostisch personeel. Het capaciteitsorgaan moet anders gaan rekenen. Nog even wat over screening. Ben ik er. Mijn laatste woorden. Vroegdetectie. Dus eigenlijk screening. Wat betekent dat? Dat betekent dat je een PSA doet aan iemand die je vraagt van wilt u uw gezondheid laten checken. Dat is dus een vrijwilliger. Op het moment dat de PSA verhoogd is, is die vrijwilliger een patiënt geworden. En dan moet hij een MRI krijgen. Nou, wat we willen eigenlijk is een soort proef waarbij we mannen vragen om mee te doen aan een proefscreening. En als die positief is, dan krijgt hij een MRI. Maar we gaan ook met een risicocalculator gaan we berekenen hoe groot de kans is op basis van de grootte van de prostaat, de erfelijke eigenschappen of de uroloog wat voelt. Dus dat kan je dus ook meepakken en al die factoren die leiden tot een diagnose, die gaan we bekijken. En dan gaan we zeggen van die en die dingen, dat is het beste om te doen. Het kan best zijn dat het is een PSA en een MRI. Of een PSA, een risicocalculator en een MRI. Dat gaan we onderzoeken in een populatie van vrijwilligers. We hebben dit al bewezen in een populatie van mannen die zichzelf hebben aangeboden. Dat is de 4M-studie van Marloes van der Leest. Maar dat willen we nu gaan doen in de populatie van de screening. En u zult zo meteen minister Kuipers daar nog wat over horen zeggen. Burn-outs. Ja, 50% van de radiologen, hè, in Amerika. En ik heb van mijn vader geleerd, alles wat we in Amerika hebben, dat krijgen wij ook, als je maar lang genoeg wacht. Nou, dit mogen ze houden. Maar dat is niet zo, hè. De zorgdruk neemt toe. Personeel vlucht weg uit de zorg. We zien het allemaal in de krant. En ja, dat stukje ijs onder die ijsbeer wordt steeds kleiner. Die ijsbeer krijgt het steeds moeilijker. Die slaapt er niet meer van, die ijsbeer. Nee, de zorgmedewerkers slapen ook niet meer. Ja, wat doe je daaraan? Zal die druk minder worden? Integraal zorgakkoord zegt, jullie moeten slimmer werken, maar jullie krijgen niet meer personeel. Nou, dat is heel leuk. Dat zal niet leiden tot echt veel minder werkdruk. Dus we moeten kijken, hoe kunnen wij ons werk leuker maken? Hoe kunnen we onze belastbaarheid verhogen, vergroten? Daar heeft Merel Riskus vanochtend een heel leuk verhaal over gehouden. En ik ben de promovendi erg dankbaar die heel erg persoonlijk wat daarover verteld hebben. Dat was echt fantastisch. Hoe zij tot hun piekbelasting kwamen en hoe dat tot een burn-out geleid heeft. En wat je eraan kon doen om dat te voorkomen. Eigenlijk heb ik dit eruit gehaald uit de lezing van Merel, maar ook uit de paneldiscussie. Vandaar dat ik tijdens die discussie een beetje aan het typen was. Wat kan je er zelf aan doen? Allereerst moet je de goede partner kiezen. Heel belangrijk. Ja, iedereen lacht, maar dat is gewoon zo. Zonder een goede partner, dan gaat het gewoon fout. Met een goede partner kan het ook fout gaan, maar de kans is kleiner. Je moet ook keuze maken, focus. Wat kan ik wel en wat kan ik niet? Niet AAA, altijd als maar alles. We willen op vakantie, we willen een nieuwe tv, we willen naar de sportclub, we willen op het werk leuk gevonden worden, we willen ook nog promoveren en we willen ook nog patiënten zien en we willen ook nog naar een afscheidsreden van banen gaan. Ja, dat kan allemaal niet. Je moet een keuze maken. Wat wel en wat niet. Je kan niet alles doen. Verder moet je geloven in je doelen. Ik heb die 3 doelen, heb ik in geloofd. Dat gaat lukken. Optimisme. Dat is... En het moet zinvol zijn. Je moet erachter staan. Het moet een stuk passie zijn. Nou, dan gaat het lukken. Blijf trouw aan jezelf. Vol hart, hè, met optimisme. Gewoon doorgaan. En vraag om hulp. Dat zei Thomas Hambrok vanochtend. Ja, zei Thomas. Ik was eigenlijk te trots om hulp te vragen. Nee, vraag hulp als het nodig is. En werk ook aan je mentale en fysieke conditie. En ook één ding is, wees niet te perfectionistisch, want als je alles goed wil doen, dat kan gewoon niet. Ja, dan die leidinggevende, heel actueel met de wereld draait door. Hoe ben je een slechte leider? Nou, dan moet je gewoon veel aan mensen eisen. Je moet het afdwingen.
Je moet zeggen van, je krijgt geen steun, je zoekt het maar uit, maar je gaat het wel doen. Je moet niet met ze praten, want dat is alleen maar vervelend en je moet vooral niet beschikbaar zijn. En als je praat, moet je schreeuwen. Heel hard. Ja, dan krijgt iemand wel een burn-out. Dus je moet niet te veel eisen. En ik realiseer me dat ik zelf, bij mijn promovendi, toen ik dat hoorde vanochtend, zeg van nou, ik zei tegen Peter Salleveld, jij kan in 2 jaar promoveren. Nou, zei hij, dat dacht ik niet dat het lukte. Toen kwam chef Ruis, die was ook nog bij, die zei, ja, maar dat gaat je wel lukken in 2 jaar. Toen dacht ik, nou, oef, vandaag, Peter, we hebben het je wel behoorlijk moeilijk gemaakt. Heeft het overigens niet zo ervaren, maar goed, toch moet je daarvoor oppassen, want het gaat zo makkelijk die kant op. Geef ze steun, ben er als ze je nodig hebben, maar ga ze ook niet bemoederen, ze moeten het allemaal zelf doen. Ik ben niet een promotor die achter de promovendi aanloopt. Als zij niet naar mij toekomen, dan is het één keer per zoveel tijd een regulier gesprekje. En dan denk ik, alles gaat goed. Nee, ze moeten echt zelf dingen doen. Alleen jij moet helpen. Communicatie is niet alleen één weg, maar het is geen monoloog, maar het is een dialoog. Mijn overbuurman weet er alles van. Dus dat is praten heen en weer en luisteren. Een hele kunst. En je moet beschikbaar zijn voor ze. Ja, dat is in mijn idee wat er uitkwam vanochtend. Rest mij een dankwoord. Dankwoord is altijd hartstikke saai. En ik hoop dat ik niemand vergeet. Als ik iemand vergeet, dan moet je het me niet kwalijk nemen. Want ik ben 66 jaar en 7 maanden en dan mag je sommige dingen vergeten. Ik heb het dankwoord gelardeerd met mensen die daar niet geïnteresseerd zijn, met mooie plaatjes die ik gemaakt heb. Mijn hobby is fotografie. En kijk naar de plaatjes of luister naar mijn dankwoord. Ja, allereerst wil ik natuurlijk de Radboud Universiteit bedanken voor het in mij gestelde vertrouwen. Dat is natuurlijk de rector en iedereen, de decaan, decanen. Ik denk dat ik een stuk of 8 of 9 decanen heb meegemaakt. Ik heb in totaal 4 radiologische bazen meegemaakt, die wil ik allemaal bedanken. Een van mijn bazen, de eerste baas, chef Ruis, tevens mijn promotor, zit in de zaal naast Matthias. Chef, hartstikke bedankt. Jij hebt mij op het wetenschappelijke pad gezet. Ik kan me nog herinneren dat jij zei, toen ik zei, chef, ik wil graag blijven op de afdeling. Nou, zei hij, moet je niet doen. Was heel eerlijk. Ik zei, waarom niet? Ja, ik kan je niet veel geld bieden. Je gaat vast een keer weg. Ik zei, nou, dat zullen we dan wel eens zien. Chef die had altijd zo'n knipoog, dus ik gaf hem ook een knipoog. Ik weet niet of je het gezien hebt. Ik dacht, dat gaat wel goed, joh. Ik krijg hier genoeg en ik hoef niet te klagen. Dus ik ben gebleven, 41 jaar. Ik heb het langer uitgehouden dan jij, chef. Ja, maar ik ben je dankbaar dat jij dus tegen mij gezegd hebt, jij ga die wetenschap maar eens organiseren op de afdeling. Dat was best wel lastig, want er waren heel veel stafleden waren tegen die wetenschap. Zo. Ik heb me daar wat oppositie gehad, zeg. En jij hebt me geholpen door dik en dun. Jij was een goede leider. Dank je wel. En ik heb geen burn-out gekregen. Dank je wel. Steven is mijn promotor. De tweede promotor die zit ook in de zaal. Hoe is het mogelijk? Je gaat met emeritaat en je beide promotores zitten er. Frans de Bruyne. Je kwam altijd met laarzen de afdeling en dan wilde je een patiënt een beetje tussen het schema inschuiven. En dan stuurde ik jou terug. Ik zei, met de laarzen kom je niet op onze afdeling. Dan kwam die van een of ander plasonderzoek. Dan doe je altijd laarzen aan, geloof ik. Hè. Van die groene had je. Dat waren vredesteenlaarzen. Mijn vader was inderdaad van bestuur van Vredestein. Nee, maar zonder gekkigheid. Dat was gewoon een fantastische relatie. Jij nam altijd mijn dia's mee en iedereen zei, waarom geef jij jouw dia's aan de uroloog? Ik zei, nou, omdat hij op de urologische bijeenkomsten dan mijn techniek reclame voor maakt. Dat heb je heel goed gedaan. Ik denk je heel erg voor. Nee, maar zonder gekkigheid. Door dik en dun, hè. Jij hebt me 5 jaar geleden, hadden wij een gesprek over screening. Toen zei je, ja, Andros, dat wordt wat. Als jij met emeritaat gaat, dan moeten we wat doen en zie. Zie, ik ben erin getrapt. Nee hoor, ik heb nu een volgend leven als radioloog, contact met Radboud, met toestemming MTA, met toestemming aanwezig. En ik zal tevens nog 2 dagen in de week voor Andros werken om een screening op te zetten, om daar een MRI-apparaatje neer te zetten, nog meer van die dingen. Hartstikke leuk, dankjewel. Gert Rozenboes, die heb ik vanochtend bedankt, die is ook nog in leven, mijn derde promotor. Alleen die vond het allemaal een klein beetje veel, kan ik me ook voorstellen. Hij is verder in de 80, misschien wel in de 90. Blij dat hij er was, blij dat jullie er zijn. Dat is toch altijd een beetje een feestje. Eens kijken, ja, ik moest plaatjes laten zien. Kijk, een ander plaatje. Ja, dan Matthias, de laatste baas. En ik denk wel met chef de beste baas.
Twee beste bazen zitten naast elkaar. Is dat niet fantastisch? Is niet zomaar bedoeld hoor. Ik laat zomaar wat plaatjes zien. Oké. Okay. Wat een timing, hè? Matthias, door dik en dun heb ik je gesteund. Waarom? Want jij deed de nare klussen, de KK-klussen, want jij was afdelingshoofd. Jij had een sofa op je kamer waar al die stafleden af en toe een beetje kwamen uithuilen. En ja, dat is best wel lastig om een stelletje radiologen leiding te geven. Want dat zei iemand in het auditorium, kan niet beter autisten in dienst nemen dan radiologen? Nou, misschien wel. Laat ik zo zeggen, medisch specialisme heeft een beetje autistiform gedrag in zich. Maar dat is helemaal niet erg, als je het maar van jezelf weet. Maar jij moet ermee dealen. En jij hebt mij daarvoor gevrijwaard, dat ik kon de leuke dingen doen. En jij deed dus de vervelende klus. Daar ben ik je erg dankbaar voor. En trouwens, dat geldt ook voor Jeroen. Jeroen, je zit er in de zaal. Doet net je jasje open, zie ik. Ja, dank je. Je wist dat je ging komen. Fantastisch, ook jij hebt me door dik en dun gesteund. Hetzelfde geldt voor Jurgen. Ik zie hem niet zitten. Die is op de afdeling aan het werk. Iemand moet tenslotte werken als je met emeritaat bent. Heerlijk is dat. Of zit hij er wel? Nee, ik had het niet gezien. Ja, en ook de rest van de medische staf. Een groot deel heb ik goed gekend. Een groot deel ken ik niet. Want ik heb me toch eigenlijk de laatste COVID-jaren afgezonderd. En daarna kwam een jaar pre-emeritaat. En heb ik gedacht, ik ga lekker met mijn prostaatgroepje werken. Nou, prostaatgroep is altijd een groep geweest van hele trouwe, vriendelijke, aardige mensen. Fijne collega's. Door dik en dun hebben we elkaar gesteund. Ik wil iedereen van die prostaatgroep hartelijk bedanken. Dat zijn zowel artsen als laboranten als mensen van de administratie, management. Het prostaat- en MR-referentiecentrum. We hebben veel buitenlandse patiënten hebben we naar Nijmegen toegetrokken en in het MRI-apparaat getrokken en vervolgens weer teruggestuurd met een goede diagnose. Fantastisch. Dus ja, zonder dat team zou ik het niet zo lang kunnen volhouden. Want 41 jaar in het Radboud, het is toch wel heel erg lang, hè? Poeh, ja, ja, dat is heel lang. Je wordt zelf als een soort Radboudiaan. Nog een volgende plaatje. Ja, je kijkt met heel veel ogen om je heen en dan zie je allerlei dingen. Goed, mooi plaatje voor. Ja, even kijken wie dan nog meer. De urologen en andere collega's in het Radboud ziekenhuis waar je mee samenwerkt als radioloog. Ik heb van alles gedaan. Uiteindelijk ben ik met de prostaat geëindigd. Breed beginnen, smal eindigen. Dat kan ik iedereen adviseren. In het begin een beetje vechten en daarna gewoon met elkaar goed samenwerken. Ja, dan krijg je natuurlijk de mensen buiten het Radboud. De Andros Mannenkliniek, waar ik nu in dienst ga treden. Niet voor routinewerk, maar gewoon voor leuke dingen. Dat is het leuke van pensioen, hè? Ik heb een goed pensioen. Als je het niet doet, dan krijg je geld. En als je wel wat doet, krijg je ook geld. Dus ja, je kan gewoon alleen leuke dingen doen. Dus als het me niet bevalt, ga ik het gewoon stoppen. Dat zeg ik nu al. Dus, maar nee. Goed, ik moet opschieten, want we willen zo meteen met z'n allen naar de borrel. Even kijken, wie ben ik vergeten? Nou, de patiënt natuurlijk. Hè. Die moet eigenlijk vooral. Er zitten veel patiënten in de zaal. Ik heb de patiënt altijd ook zelf gezien. Dus ik ben een rare radioloog, die legt plaatjes uit aan patiënten. Dan zeg ik van, ja meneer, dat wat u daar ziet is een boom. En dat daarvoor is water en daar groeit gras. En dan groeit er nog een andere boom. En die boom is niet zo goed, want ja, die heeft dat, nou ja, goed van alles en nog wat. Dan leg je uit aan de patiënt, hè, wat zie je op het plaatje en wat doet hij er dan mee? Heb ik heel erg fijn gevonden om met de patiënt contact te hebben, want dat geeft je energie. Dankbaarheid van de patiënt, ook al zeg je hem dat hij kanker heeft, maar die weet waar de kanker zit, zodat hij daartegen kan vechten, dat is iets bijzonders. Datzelfde geldt voor de patiëntenvereniging. Kom ik steeds een beetje dichter naar huis. Ik kijk even de zaal rond. Oud-collega's. Mensen in Nederland waar ik mee samen heb gewerkt. Solange. Lang steun en toeverlaat. De PA van Jelle Barends. Hè. We hebben samen de president van Kazachstan hier gehad. Dat moet je tegenwoordig niet meer doen. Dat is echt niet goed. Maar toen was het wel goed. Hè. Dat was echt, er stonden een paar van die Kazakken voor de deur met zo'n revolver. En ik moest een MRI maken en hij had nog kanker ook, zeg. Zo, toen zei hij, ga maar, ik wil dat jij me laat opereren in Duitsland door de beste chirurg. Dus ik heb de beste chirurg ingevlogen naar de Martini-klinicum. Allemaal goed gegaan. Heb jij allemaal begeleid in de zin van, jij hebt al die secretaresses daar gesproken. Jongen, dat was wat. Hele verhalen, zal ik van niet op ingaan. Jij hebt me door dik en dun gesteund met het referentiecentrum. Ja, mijn collega heb ik al gehad. Eens even kijken. Vrienden en bekenden.
Fijn dat jullie hier gekomen zijn om mijn plaatjes te bekijken, het beeld van de zorg. Is het een zorgelijk beeld? Ik denk dat we wel een aantal dingen moeten doen. Ik denk dat we als radioloog bij uitstek dingen kunnen doen om de zorg beter te maken. Want één beeld zegt meer dan 1000 woorden. Ik vind deze een beetje op een hoogleraar lijken, dus ik wou het hier eigenlijk maar belaten. Oh ja, sorry, ik heb gezegd. Dank u wel voor de aandacht. Professor Barends, vandaag tijdens het fantastische symposium had u aangekondigd dat vanmiddag de apotheose zou plaatsvinden. Wat mij betreft bent u daar volledig in geslaagd. Een geweldig verhaal met heel veel dimensies. U had wat mij betreft nog wel even door mogen gaan, want de onthullingen kwamen zo'n beetje aan het einde. Maar ik denk dat er nog genoeg gelegenheid is om verder van u te horen. Ik zou ook willen verzoeken om dit niet als afscheidscollege te beschouwen. Wij willen u graag uitnodigen om nog veel van u te laten horen tijdens colleges, tijdens andere bijeenkomsten, want uw boodschappen zijn van onschatbare betekenis voor onze universitaire gemeenschap en de maatschappij. U zult worden toegesproken door een aantal personen. U heeft de eerste spreker al aangekondigd, dat is professor Kuipers. Daarna zult u door mijzelf worden toegesproken, vervolgens professor Prokop, collega Patrick Sametschnik en tot slot door promovendus Marloes van der Leest. Maar als eerste wil ik graag het woord geven aan professor Ernst Kuipers. Goedemiddag, Jelle Barends. We kennen elkaar niet persoonlijk, maar ik vind het toch een groot genoegen om een paar woorden te mogen spreken op je afscheidssymposium. Want je hebt heel erg veel om trots op te zijn in je lange loopbaan. Ik noem, om te beginnen maar even, het zal ongetwijfeld regelmatig voorbij komen vandaag, maar het door jou ontwikkelde scoresysteem PI-RATS. Vergeef me als ik het niet goed uitspreek, maar daarmee is de diagnostiek van prostaatkanker enorm verbeterd. Want als je een prostaat via een MRI beoordeelt, in plaats van via een echo gestuurd biopt, kun je veel beter beoordelen of er echt sprake is van een tumor. En of die tumor klinisch relevant is. Uiteraard mits uitgevoerd door een deskundig radioloog. Dankzij jouw inzet heeft ook dit geleid tot aanpassing van een beroepsrichtlijn. En ik weet uit ervaring hoe lastig dat kan zijn en hoeveel doorzettingsvermogen je daar moet hebben. En daarmee wordt een belangrijk element toegevoegd aan de diagnostische keten bij prostaatkanker. De uitvoering van deze richtlijn in de zorg is een andere kwestie. Dat is nog geen gedane zaak. Heel goed dat jullie daar vandaag met elkaar over spreken. Het gaat tenslotte over het belang van een patiënt. Het gaat over kwaliteit van leven. Je wilt alleen interveneren, bijvoorbeeld middels operatie, als dat echt nodig is. En het zou daarbij niet moeten uitmaken waar je in Nederland woont. Of je bijvoorbeeld na een PSA-meting direct een biop krijgt of eerst een MRI. Nu ben ik natuurlijk niet zomaar gevraagd om vandaag een bijdrage te leveren aan jullie symposium. Jelle, je hebt mij specifiek de vraag gesteld of het inmiddels niet noodzakelijk is om een bevolkingsonderzoek op te zetten naar prostaatkanker op basis van PSA en MRI. Vergelijkbaar met het bevolkingsonderzoek naar darmkanker. Die vraag die snap ik ontzettend goed. De afgelopen jaren klinkt steeds vaker de roep om een bevolkingsonderzoek naar prostaatkanker. Ook in de EU, en je weet het, misschien prachtig getuimd rondom jouw afscheid, worden landen opgeroepen om je onderzoek na te doen en dat te implementeren. Daarbij zijn er natuurlijk ook bezwaren. Als we kijken naar de parallel met darmkanker, dan geldt daarvoor dat de feetjes immunochemische test, de FIT, een hele goede indicator is voor de aanwezigheid van kanker of grote adenomen. En dat het goed presteert op sensitiviteit en specificiteit.
En dat je het daarbij ook in de tijd voor het specifieke individu kunt gebruiken. Bij een positieve uitslag volgt vervolgdiagnostiek. En als we alle mannen vanaf een bepaalde leeftijd zouden screenen op alleen PSA, gevolgd door een echo, dan zou dat weliswaar leiden tot minder sterfte en ziekte, maar ook tot veel overdiagnostiek en overbehandeling van kankers die niet of nauwelijks voor problemen zullen zorgen. In een klinische populatie, en dan hebben we het over mannen waarbij na zelfdoorverwijzing een PSA hoger dan 3 nanogram per milliliter wordt vastgesteld, worden met MRI evenveel agressieve kankers ontdekt, maar wordt er 50% minder gebiopteerd en dan worden er veel minder insignificante kankers gevonden. MRI neemt in dit geval dus de nadelen van een op PSA gebaseerde screening weg. Of MRI in een bevolkingsonderzoek dezelfde voordelen heeft, is nog maar zeer beperkt onderzocht en alleen buiten Nederland. Hier is echt wetenschappelijk onderzoek voor nodig, onder de Nederlandse bevolking. Waarbij zo'n proefbevolkingsonderzoek uiteraard moet voldoen aan de criteria van de wet op het bevolkingsonderzoek. En dat brengt mij opnieuw bij jou, Jelle. Je gaat met emeritaat, maar gelukkig ga je niet op je handen zitten. En ik heb begrepen dat je je gaat inzetten voor precies dat wetenschappelijk onderzoek. Naar screening via PSA en MRI in een algemene populatie. En wie weet is dat een opmaat naar een bevolkingsonderzoek prostaatkanker. Ik vind het prachtig dat je die gedrevenheid hebt en ik hoop dat je hem houdt. En ik wens je daarbij ontzettend veel succes. Ik weet van mijn eigen vroegere betrokkenheid bij bevolkingsonderzoek darmkanker dat dat veel energie en ook een lange adem vergt, maar dat het eindresultaat fantastisch kan zijn. Met hoge participatie in Nederland, waar men zeer bereid is in de bevolking om deel te nemen aan bevolkingsonderzoek naar kanker. En ik zie absoluut de mogelijkheden, juist ook op het terrein van prostaatkanker. Dus hou me heel graag op de hoogte van de vorderingen. Ik kijk er naar uit. Ik wens je daarbij, zoals gezegd, heel erg veel energie. En voor vandaag een prachtig afscheid. Dank. U kent allen het verhaal van de profeet Jona, die uitgemergeld na een verblijf van 3 dagen in een vis, in een sober kleed door de straten van de stad Nineveh trekt en de verdorven bevolking luidkeels oproept tot bekering. Ik stel hem mij voor als een magere man met een wat bleek ingevallen gelaat en felle priemende ogen, die als hij eenmaal aan het woord is niet meer ophoudt. Zoals Jelle Barends dus, die in een witte jas door de straten van Nederland loopt en die de verblinde en afgedwaalde medische stand luidkeels oproept tot bekering, met kreten als Yes we scan en beter een plaatje dan een gaatje. De vergelijking tussen Jelle Barends en een profeet gaat wel op. De identiteit van een profeet valt samen met zijn boodschap. Dat lijkt voor Jelle ook op te gaan. Zijn website heet www.mriprostaatbarends.nl. Jelle en de prostaat vallen dus eigenlijk samen. Nou zijn er veel medisch specialisten die zich gaarne met hun orgaan van interesse identificeren. Voor een neuroloog zijn dat de hersenen, de thuishaven van de hogere functies en zelfs de geest. Voor een cardioloog het hart, mechanisch wonder en huiskamer van de liefde. Voor de nefroloog de nier, die volgens velen intelligenter is dan de mens in wie zij aanwezig is. Voor een darmspecialist wordt het al wat lastiger. Maar het vergt toch echt verbeelding om je existentie met de prostaat te verbinden. Ik heb mij verdiept in de hogere functies van de prostaat, maar kom niet verder dan het produceren van alkalisch vocht of het fungeren als 3-wegkraan tussen urine en semen.
De belangrijkste bestaansreden van de prostaat lijkt te zijn dat als je hem weghaalt, er ernstige bijwerkingen optreden. Dat geldt ook voor Jelle. Als je hem... Als je hem weghaalt, zijn de gevolgen niet te overzien. Misschien ligt het antwoord in de beeltenis van de prostaat, zoals we hebben kunnen zien. Een fotograaf van een sombere straat vol afval maakt toch van die sombere straat een kunstwerk. En zo ziet Jelle de MRI van een prostaat als een kunstwerk. U heeft hem vanmiddag gehoord. Die prachtige witte vaten, de donkere vaatwanden, het grijzige vet, het mooie contrast tussen witte en zwarte spikkeltjes. Zo'n plaatje hang je in je huiskamer. Een beeld zegt meer dan 1000 woorden. Jelle als fotograaf legt een werkelijkheid bloot die anderen niet zien. De werkelijkheid van de prostaat is niet de functie van dit orgaan of het gebrek daaraan, maar een bron van leed die in haar verscholen ligt. De ware aard van een profeet is dat zijn boodschap groter is dan hij zelf en dat hij zijn leven ten dienste stelt van een hoger goed. Een profeet wordt genegeerd, bespot of bestreden, maar dat deert hem niet. Alle middelen zijn geoorloofd, zelfs een artikel in de Telegraaf. Hij poldert niet, want over het welzijn van mensen sluit je geen compromissen. Ook niet met urologen die door Jelle als geblinddoekte jagers op de prostaat hun jachtdomein werden weggezet. Des te groter, we hebben het vanmiddag al gehoord, de enorme erkenning voor Jelles onvermoeibare missie dat hij in 2020 van diezelfde urologen een hoge onderscheiding ontving. Als je dichter bij de mens Jelle komt, dan blijkt dat je hem geen recht doet met het beeld dat ik zojuist schetste. Jelle als mens laat de kwetsbaarheid van het leven zien die hij ook als patiënt aan den lijve heeft ervaren. In de introductie voor nieuwe studenten geneeskunde praat hij openlijk over deze ervaringen. En daar krijg je kippenvel van. En vanmiddag tijdens het symposium, u heeft het al gehoord, brengt hij het probleem van burn-out bij jonge collega's aan de orde. Zo is Jelle meer dan de prostaat. En blijkt hij nog een tweede website te hebben, die gewoon www.jellebarens.com heet. Op deze website, u ziet daar een aantal beelden van, tref je de prachtigste foto's van landschappen, bloemen en dieren. Beelden die je spiegelen aan een werkelijkheid die groter is dan jezelf, maar wel in jezelf te vinden is, in de stilte van een meditatie. Een werkelijkheid waar je voor uit mag komen, waar je voor mag staan. Voor staan, in het Grieks prostatos, waarvan afgeleid het woord prostaat. Boek voor je meegenomen, een analoog boek. Ik heb er nu een beetje spijt van, want het is een verrekte zwaar ding. Het had ook digitaal gekund. Maar ik weet zeker dat je zult genieten van de prachtige beelden die hier in dit boek te vinden zullen zijn. Als aandenken aan de mooie tijd die we met elkaar hebben gehad en de mooie dingen die we nog met elkaar gaan doen. Dankjewel. Het woord is aan professor Matthias Prokop. Professor Prokop is hoofd van de afdeling radiologie, nucleaire geneeskunde en anatomie van het Radboud UMC. Dankjewel. Hooggeleerde collega, beste Jelle. Nadat de decaan alles kras voor mijn voeten weggemaaid heeft, blijft mij nog persoonlijke herinneringen en ideeën over jou te delen met de aanwezigen. Ik heb je voor het eerst ontmoet op een congres van de European Society of Urology. What else, kan je zeggen. Dat is al bijna 30 jaar geleden. En je was toen al de man van de prostaat. Maar je heeft mij toen
als relatief jong iemand die dan praatje gehouden heeft, geronseld om bij de club bij te treden en mee te doen. En hoe dat gebeurd is, was op een manier zeer vriendelijk, maar zo dat nee zeggen geen echte optie was. En dat is precies wat je echt super goed voor elkaar krijgt. Je bent denk ik diegene van alle mensen die ik ken die het meeste gedreven is. Je hebt een heel duidelijk doel. En dat doel is ervoor te zorgen dat prostaatkanker veel beter gediagnosticeerd en uiteindelijk behandeld kan worden. Dus dat mannen al die bijwerkingen die met prostaatkanker gepaard zijn, minder hoeven te ondergaan en ideaal te zo vroeg gediagnosticeerd kunnen worden dat de problemen die je hebt met incontinentie en ook impotentie gaan verdwijnen en uiteindelijk dat je niet hoeft te overlijden aan die kankers. Zoals we gehoord hebben van minister Kuipers, is het helaas zo dat prostaatkanker een chameleon is. Dus je hebt op de ene kant kankers die eigenlijk relatief weinig doen met mensen en waar je typisch aan dood kan gaan. Dit is een beetje dat verhaal wat wij in de medische wereld heel veel horen. Maar dat neemt niet weg dat prostaatkanker bij de top 3 van de dodelijke kankers hoort. Dus ze zitten verstopt tussen die relatief harmloze kankers, kankers die echt dodelijk zijn en die je vroeg wil ontdekken. En je hebt een techniek ontwikkeld die ons dat mogelijk maakt dat vroeg op te sporen. Ook jouw nano-MRI heeft ervoor gezorgd dat we vroege uitzaaiingen kunnen vinden. Iets wat eigenlijk, als je jong genoeg bent, wel een doodsoordeel is, omdat je vroeg of later wel aan die kanker gaat overlijden. Kan ik ze vroeg genoeg bijvoorbeeld bestralen, dan is dat een behandelbare ziekte geworden. Een groot effect voor individuele mensen en je hebt een voorbeeld laten zien. Dus jouw wetenschappelijke en ook klinische succesverhalen zijn legio. Wat voor mij interessant is dat je in onze afdeling een polykliniek opgezet hebt. En Solange was de linking pin in deze polykliniek. Heeft de mensen binnengehaald, ervoor gezorgd dat ze perfect begeleid werden. En ze kwamen bij de beroemde Jelle Barends en hebben daar gewoon verschillende soorten van uitslagen gehoord. Sommigen teruggesteld, anderen hadden een slechtere boodschap. Maar je hebt altijd een optie voor hun dat individuele optimum aan therapie te kunnen geven. De navigator, de guider van de zorg. Dus jouw gedrevenheid was legendarisch en is ook nog steeds legendarisch. En een van de dingen die voor mij altijd zeer verbazend was, als je met Jelle praat over het weer, binnen 2 minuten kom je uit bij de prostaat. Praat je over een mooie schilderij, duurt het 3 minuten en je bent bij de prostaat. Er is bijna geen onderwerp waar Jelle niet uiteindelijk toch de mogelijkheid vindt de prostaat aan te spreken. En Jelle heeft missies. Nou, de eerste missie was echt prostaat MRI op de kaart te zetten. Dat is hartstikke goed gelukt. De volgende missie was, zoals jullie gehoord hebben, ook van jezelf, om nano-MRI voor elkaar te krijgen. Nou, dat was een echt avontuur. En voor ons ook als afdeling, diep doorademen, ogen dicht en geloven dat jullie dat voor elkaar krijgen. Nou, heeft hij wel gedaan. Dat was een risicorijk besluit. Het was eigenlijk dat wij als Radboud UMC een beetje farmabedrijf gespeeld hebben. En uiteindelijk hebben we iets voor elkaar gekregen waar alle mensen gezegd hebben, dat kan niet. Maar het is wel gelukt. En jij hebt met jouw bijzondere eigenschap gewoon altijd de mensen gevonden die je weer een stapje verder kunnen helpen, nog een beetje een stapje verder kunnen helpen. Dus vandaag hebben we bijvoorbeeld ook weer gezien, 18 stappen meteen gepubliceerd, gaat hartstikke snel. Wat je daarbij ziet, is dat andere punt van jou. Je gaat superhard en soms is het zo dat de bocht te laat genomen wordt. Dus dan vlieg je zo'n klein beetje uit de bocht om te kijken dat dat weer goed komt. Maar wat ik bij jou enorm waardeer, is je bent iemand die ook feedback luistert en daar iets mee doet. En die geeft ook zelf feedback. Dus ik heb een heleboel feedback van jou gekregen waar ik iets mee moest en mocht. Dus ook dat heeft mij geholpen. En ik moet zeggen, dat is echt, daar ben ik enorm dankbaar voor. Als je kijkt wat je in jouw leven voor elkaar gekregen hebt, dan heb je aan het begin eigenlijk heel veel ook tegenwerking gehad.
Mensen hebben je gewoon niet geloofd. En eerlijk gezegd was je ook vaak een beetje te positief voor wat je verteld hebt. Dus je had prima resultaten, maar die waren zo goed dat mensen dat gewoon simpelweg niet geloofd hebben. Maar ja, uiteindelijk waren de resultaten toch dat wat de waarheid weergespeeld heeft. En dat heeft ook ertoe geleid dat je een hele speciale Jelle-techniek ontwikkeld hebt om verhalen te vertellen. En we hebben het gehoord, het is buitengewoon plakatief hoe je dat voor elkaar krijgt. Het feit dat je voor een club van urologen of ja, voor wie dan ook, belangrijke mensen, onder andere, by the way, als jullie zin hebben, Google even TED Talks Jelle Barends of Universiteit van Nederland Jelle Barends, dan vind je twee buitengewoon interessante verhalen van Jelle over precies dat onderwerp. TED Talk is eentje die nog ja, bijzonder interessant is. Jelle krijgt het voor elkaar geblindeerd met mooie dames naar zich heen en een, de zaal in te komen en te zeggen, oké, dit is hoe wij hoe momenteel prostaatkanker gediagnosticeerd wordt. Je gaat blind gewoon schieten op de prostaat en dan hoop je dat je iets raakt. Nou, en met MR zien we natuurlijk eens. Jij vertelt het vele malen fantastischer dan ik, maar het is echt een performance. Dus je bent eigenlijk een performance artist van een topranking. Wat ook, denk ik, een gave is, dat je dingen simplificeert. De nano-MRI heet eigenlijk USPIO-MRI. Nou, niemand kan dat onthouden. Ultra-small iron oxide particles zijn dat namelijk die we daarin spuiten. Nano-MRI is veel makkelijker te onthouden en veel duidelijker. En zo heb je een heleboel kreten ontwikkeld die het makkelijk maken gewoon dingen te onthouden en daar iets mee te gaan doen. Dus dat is een talent wat niet iedereen heeft. Als afdeling zijn wij ontzettend dankbaar wat je voor ons allemaal bereikt hebt. En niet alleen maar voor ons, maar ook voor jouw promovendi, voor jouw team, voor Nederland en uiteindelijk voor de wereld. De Piratsclassificatie, de manier hoe je dat gedaan heeft, dat doorheen te krijgen, is ook weer typisch Jelle. Je zet het op en dan ga je ervoor zorgen dat het ook echt slaat. En dat doe je door je kwetsbaar op te stellen. Zoals je zegt, je gaat naar de Amerikaan en zegt, oké, jullie willen het beter doen. Maar het resultaat was dan, het wordt een wereldwijde standaard. Heel slim, heel tactisch goed. En dat betekent dat je een mooie balans vindt tussen wat mogelijk is en hoe je het kan bereiken. Dus, zoals gezegd, zeer dankbaar. Je hebt een hele school achtergelaten aan prostaatradiologen in Nederland. Jouw patiënten en jouw collega's kunnen heel dankbaar zijn daarvoor. En wij weten dat je in de toekomst onzeker niet verloren gaat. Jouw missie is nog niet compleet. Zoals gezegd, het gaat erom ervoor te zorgen dat prostaatscreening van de grond komt. En ik ben zeker dat jij van alle mensen hier wel in staat bent dat voor elkaar te krijgen. Ik heb gezegd. Dan laten we nog een klein bijdrage leveren aan jouw nieuwe plaatjes, dus, of tenminste het maken daarvan. Vervolgens zal professor Barends toegesproken worden door dokter Patrick Samechnik, collega van Jelle Barends. Beste Jelle, bij dit bij zo in dit moment. Wil ik een paar persoonlijke woorden aan u richten, want ik werd gevraagd 2 weken geleden, kan ik wat vandaag vertellen, als jouw collega Proximus. Nou, dat moet ik corrigeren, ik was niet jouw collega Proximus, ik was jouw collega Proximus. dat is duidelijk. Als ik daarover nadenk, als ik precies 10 jaar geleden, in zomer 2012, met mijn zwangere vrouw naar Nijmegen op jouw uitnodiging ben gekomen, geen woord Nederlands sprekend, niet wetend wat het alles wordt, heb echt niet daarover nagedacht dat ik hier vandaag zou staan en over jou iets te zeggen. Als ik terugdenk, dan wil je aan die heel viele bijzondere momenten in de laatste 10 jaren denken. In eerste lijn denk ik daaraan terug met welke energie en kracht heb je het nanoproject, het roestwaterproject, gered.
Met de motivatie om die patiënten die metastase hebben gewoon een hoop te geven. Dus maar voor goede diagnose dan misschien nog goede behandeling. Dat is een uniek proces en wat eruit is geworden of waar we nu staan hebben we vanmorgen gehoord. Ik wil ook terugdenken aan die ook een unieke situatie dat, dat we met de handelsmissie met de Nederlandse regering hebben Nederlandse medische technologie en Nederland in het buitenland gerepresenteerd en denk we hebben dat niet zo slecht gedaan. Ik wil ook daaraan terugdenken aan die honderden, misschien duizenden van buitenlandse patiënten die zijn naar Nijmegen toegekomen. Eerst maar wist niemand wat Nijmegen is, no? Of waar het ligt. Die meesten kunnen dat niet meer uitspreken, speciaal die Engelsen. Dus Nijmegen of zoiets. Maar die zijn naar jou toegekomen met een meestal serieus probleem en met de hoop eerst maar goede diagnose te krijgen, maar ook goed advies. En dat is natuurlijk dat wat nog vele onze collega's moeten leren. En jij was definitief de eerste en een groot voorbeeld. En dat blijft ook zo. En we in die samenhang moet ik natuurlijk daaraan denken. Iemand heeft mij gevraagd laatste week, hoe kan je Jelle het karakteriseren? Met heel kort, met een zinnetje. In principe heb je deze vraag al zelfs beantwoord in een van jouw legendarische lezingen, waar je hebt gezegd, ja, mijn naam is Jelle Barends. Ik vecht met beelden tegen kanker. Daarom is eigenlijk alles gezegd. En ja, nog een keer fantastisch, hartelijk dank voor alles wat je hebt voor ons, voor jouw patiënten Estella en voor ons als collega gedaan. En ja, het is belangrijk, want het gevecht tegen kanker is nog niet voorbij. Bedankt. Tot slot wordt Jelle Barends toegesproken door Marloes van der Leest namens de gepromoveerden en promovendi. Hooggeleerde heer, beste Jelle, bijna 30 promovendi heb jij de afgelopen jaren begeleid. Ik vroeg hen om jou te beschrijven in enkele woorden als promotor, collega en persoon. Er kwam veel interessante informatie op me af. Ik noem er een paar. Uitzonderlijk talent voor het overbrengen van informatie. Tomeloze energie, drive, little lights in the dark, creatief, standvastig, make it simple, perfectionisme ten opzichte van je powerpoints, rotsvast vertrouwen, gedreven hoogleraar met duidelijk doel prostaatkankerdiagnostiek op de plek krijgen waar het hoort. Maar ook hoorde ik, het kan altijd beter. Zoals je dan zei, Jelle, probeer je artikel eens in Radiology of doe dan toch maar eerst even Lancet. Soms frustrerend voor mij als promovendus, maar als het dan toch lukte, was er een intense trots. Als aan jou lag, Jelle, kwam er nooit een einde aan een onderzoek. Of een artikel. Je zei dan toch ook, een paar patiënten nog en dan schrijven we het op. Je ging voor het hoogst haalbare. Daarnaast verdien je, Jelle, complimenten voor je omgang met patiënten. Waarbij je net zoveel tijd vrijmaakte voor bijvoorbeeld een VIP uit Australië als voor een plaatselijke groenteboer. Ook ontving ik een e-mail van een van je promovendi afgelopen zaterdagochtend 6:30 in de vroegte. Opmerkelijk. Hij schreef, rond 1989 was de eerste MRI Siemens besteld. Om toch alle patiënten te kunnen scannen, had snelle Jelle in Utrecht MRI-tijd kunnen krijgen. Hij gebruikte daarvoor zijn Fiat Panda en we vlogen altijd heen en weer. In die tijd was er een reclamespot van een Fiat Panda op tv met een sarcastische motoragent. Die lachte als er zo'n panda weer te hard voorbij vloog. We zijn gelukkig nooit aangehouden, maar het was altijd een te snelle rit van Nijmegen naar Utrecht en vice versa. De aanbouw van de MRI in die tijd kon snel genoeg, maar niet gaan voor Jelle. Toen de nieuwe MRI in Nijmegen operationeel werd, was Jelle prima voorbereid. De linten waren nog niet verwijderd of hij was al flink aan de slag. Af en toe wilde Jelle een geplande patiënt met claustrofobie scannen, maar de patiënt weigerde. Hij ging de tunnel niet in, zonde van de geplande tijd. Jelle stuurde mij als promovendus voor een medicament naar farmacoloog Hekster. Kijk eens of we dat kunnen oplossen. Het spul moet snel werken. Hekster had wel een middeltje,
Trankscène, dat gebruikten ze op de Noordpool om ijsberen mee te verdoven. Een veilig middel zonder bijwerkingen en patiënten werden zo mak als een lammetje. Inspuiten die handel en ze zullen zeker de tunnel in gaan. Zelfs een patiënt met een oorlogstrauma kreeg Jelle de tunnel in. Alle patiënten waren de claustrofobie zo kwijt en de MRI-onderzoek verliep dan ook perfect. Het leverde mooie plaatjes op, maar beter nog, een zeer mooie publicatie. Jelle, je bent een fantastische wetenschapper, annex-marketeer van het merk Prostaat-MRI. Je reisde de hele wereld over om kennis en kunde van Prostaat-MRI, bijvoorbeeld de Magna Cum Laude, een Best Clinical Paper Award voor European Urology, een Lauterboer Award, een Koninklijke Onderscheiding en recent nog de Best Innovator Award op het belangrijkste urologencongres ter wereld. Ook op congressen van urologen konden je presentaties niet op. Een uroloog die in de zaal zat, vertelde dan ook over je. Als deze bijzondere man een autoverkoper was, kocht ik een auto van hem. Jelle, persoonlijk leerde ik je 10 jaar geleden kennen. Ik kwam bij je prostatenleren als oudste assistent. Ik ben niet meer weggegaan en ruim 6 jaar geleden vroeg je mij samen een KWF-gesponsorde wetenschappelijke studie op te zetten naar de waarde van MRI in vergelijking met echo. Ik als promovendus en jij als promotor. Dank Jelle voor de onvoorwaardelijke steun en wijze adviezen die je gaf. Je deur stond altijd open, waarbij een korte vraag soms resulteerde in langdurige brainstormsessies. In 2019 werd de richtlijn diagnostiek prostaatkanker mede door dit belangrijke onderzoek veranderd. MRI werd superieur aan echo en wat was dat een feest voor ons. Net zoals een feest het is om met jou samen te werken, Jelle. Je geeft ons energie, je geeft vertrouwen, een warm hart en ook voor jouw patiënten. We gaan je zeker missen in het Radboud als hoogleraar, opleider, patiëntendokter, maar ook als goede vriend en persoon. Gelukkig blijf je niet stilzitten na je pensioen. Het gaat je goed en we gaan je nog zeker heel veel zien. Dank je wel, Jelle. Dankjewel, Marloes. We zijn aan het einde gekomen van deze academische plechtigheid. En voordat het cortège deze ruimte zo dadelijk zal gaan verlaten, wil ik u vragen om op te staan, zodat wij deze bijeenkomst kunnen afsluiten met gebed. Gratias tibi agimus, omnipotens Deus, pro omnibus beneficius tuis. Qui vivis et regnas per omnia saecula saeculorum.